Hey, ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag samen met Eva. En wat wij gaan doen, we gaan een car mukbang doen, of hoe je het ook uitspreekt. Maar we zijn dus nu bij de McDonald's. En we gaan langs de McDrive. Als het goed is, ja. En we zijn de hele dag in Amsterdam geweest. Oh. Oké, ja, zometeen kan hij wel even goed staan. Maar we gaan dus nu eerst eventjes bestellen. Hoe lang zijn zij bezig met die dingen eruit halen? Dat moet ook zo, je kan zo en dan kan je zo links. Oké. Hoi, ik wil graag een Fanta, ja. Een medium friet, ja. En een kip 6 met zoetsuur. Ja. Wat wil je? En nog een medium friet, ja. Een cheeseburger, ja. Drinken? Iced tea? Ja. Ja. Ja, dat was hem denk ik toch? Dat was het? Ja. Ja, is goed. Dankjewel. Ja. De twee besteldingen. Ja, dat is best chill. Nee, maar dat is echt dom. Wat een keer. Ja, top. Dankjewel. Oké, ik zit even hier. Ja. Gaat dit? Ja. Oké. Maar wel snel hoor, eigenlijk. Als het zo druk is. Ja, best wel snel inderdaad. Oké, waar gaan we hem neerzetten? Ah, de camera. Zet hem anders. Oké. Okay. Yes. Oké. Okay. Nou, we hebben, wat hebben we gehaald? Nou, we hebben Mackie gehaald. We hebben als eerst, heb jij Fanta of wat is dit? Ik had iced tea. Oh, iced tea. Oké. Dit is de eerste keer dat ik een mukbang ga doen. We kunnen ook al het frietje gewoon ingooien. Oh ja, dat kan ook wel. Nee, niet uit de zak eten, gek. Ja, maar waar moet het dan even laten? Nee, komt goed. Oké, nou, dit is de eerste keer dat ik een mukbang doe, dus judge me niet, AUB. Ja, we hebben ook niet echt heel, heel veel eten gehaald. Nee. Maar we hebben wel vraag op Insta gezet. Vraag op Insta. We hebben wel aan jullie vragen gesteld. Q&A mukbang. Ja. Dus, als je de volgende keer ook vragen wil stellen, moet je me even volgen op Instagram. En even ons volgen op Instagram. Oh ja. Ik heb patatjes. Wat heb je geen frietsaus? Echt niet. Dat vroeg ze helemaal niet. Nee. Hè? Nou, ze vroeg helemaal niet, wil jullie er saus bij? Frietsaus. Oké. Okay. Oh, wat kut. Oké, even snel. Hier, pak zo'n beker. Dan maken we van die patat. Een chipnil? Ja. Oké. Wacht, ik pak dan wel een beker. Oké, 3, 2. Nou, we hebben jullie aan jullie vragen gesteld. Wacht, ik zal even mijn telefoon pakken, want dan kan ik even kijken. Wat we hebben gingen we vandaag naar Amsterdam. Ik denk dat het nog wel in een vlog komt. En wat hebben we gedaan? Alleen maar foto's gemaakt. Dat is echt ziek. Oké. Ik ga eerst even Ik denk dat we 700 foto's hebben gemaakt. Nee, dat is onzin. Nee, ik denk het echt. Ik denk het echt niet hoor. Ik denk echt 700 foto's. Oké, de eerste vraag is, hoe kennen wij elkaar? Hoe wij elkaar kennen? Bij school? We zaten allebei op dezelfde school. Of in het college in Leiden. Echt... En jij net te bleven zitten? En toen kwam Eva bij mij in de klas, ja. Want ik ben 1 jaar ouder. En Eva heeft alsnog eerder examen gehaald. Oké. Als je nog 1 nacht te leven had, wat zou je dan doen? Hmm. Vind je dat zo'n rotvraag? Ik weet het echt niet. Dat weet ik echt niet. Ik weet het ook niet. Sowieso gewoon met familie. Een groot feest geven en alle vrienden en familie uitnodigen. Mm-hmm. Ik hoop dat je het eigenlijk goed hoort. Dat weet ik helemaal niet. Ik hoop het ook. Ik denk het wel hoor. Oké. Volgende vraag is, hoe oud zijn jullie? 18. Ik ben 19. Schelen een jaar. Ja, want Eva is... Ben je 24 november jarig? Ja, ik ben 24 november jarig. En wanneer ben ik jarig? Kut. Je mag er 1 dag naast zitten. 8 november? Nee, dat is 19. 8 oktober. Nee, 19 november. Oh, maar dan is Imme is 8 oktober of zo jarig. Ja, ik twijfel altijd of Imme 7 of 10 oktober jarig is. Oh. Dat is echt gemeen, hè? Nou, ik dan. Hoe zou je heten als je een jongen was? Ik weet het. Ik weet het ook. Oh, ik heb echt zoveel zin in knus. En zo is iemand van mijn oma vernoemd. Hugo. Zou je... Gijs. Waarom zeg ik Hugo? Gijsje.
Ja. Oh, maar mijn moeder wilde ook, als we een hond zouden nemen, wilde ze die een Hugo noemen. Dat is echt best wel een leuke naam voor een hond. Ja, maar niet voor een kind. Oké, wat is jullie leukste herinnering samen? Uitgaan in Den Haag. Oké, dat kan echt. Oké, wacht, wat is het leuke? Naar Albu. Oh, nee, geen idee. Nee, het is echt lullig. Je ziet het eten helemaal niet. Ik word ook helemaal... Het is echt warm hier, trouwens. Zet je raampje open. Misschien moet je het eten. Nee, nee. Dat kan echt niet. Oké, maar wat is de leukste herinnering samen? We hebben toch wel iets leuks gedaan? Samenstand? Dat ga je er niet in doen. Wat is het? Nou, maar gewoon het chillen en het uitgaan. Dat is gewoon wel het leukste eigenlijk. Nou, want Eva zei toch niks. Je hebt soms van die mensen die zo gaan zeuren met uitgaan. Dat kan ik daar ook echt niet in doen. Wat zeggen zij allemaal? Nee, vanavond gaan we naar vunzige deuntjes in Leiden. Party. Ja, gewoon het uitgaan is gewoon het leukste wat ik daar denk. Gewoon chillen en zo, dat is gewoon... Maar het gewoon echt het leukste. Nou, dat ik weet het niet meer. Ik ook niet. Ja, maar we hadden alleen maar schooldingen. Ja, maar toch... We gingen wel naast vroeger ook gewoon met elkaar om, maar dan was het gewoon bij elkaar chillen. Naar de champ gaan. Oud en nieuw, toen zijn we een keer, dat was best wel leuk. En met Artje of zo. Die kwam er toen toch? Dat was Artje, toch? Ja. Wat gaan jullie volgend jaar doen? Nou, ik hoop dat ik dit jaar mijn examen ga halen. we zijn echt fucking matchy. Wacht, ik wil even laten zien. Ik heb een rode trui aan. Kijk even haar broek, laat even zien. Nou, oké, wacht. Kijk. Rood, we matchen. Goeie. Oké, wat gaan we volgend jaar doen? Nou, kijk. Ga jij maar eerst. Nou, ik zit nu, doe nu recht op het hbo. En ik zou wel naar de universiteit willen, als dat lukt. Ga je volgend jaar toch niet? Ja, wel. We proberen. Heb je nu in één jaar dan je... Groepen Duits, dat kan je halen in één jaar. Hoeveel punten heb je nu dan? Ik mis één punt. Twee punten. Zo gewoon één vak. Ja. Jezus. Wil je het raam een beetje open? Ja, graag. Oké. En ik ga... Nee, echt dat ik heel awkward op deze video sta trouwens. Hoezo? Ja, ik ben een beetje awkward. Nee, we zijn helemaal niet awkward. We zijn heel moe. We zijn... Ik ging even vanochtend om 10 uur 's ochtends ophalen. Ja. Ik had om 11 uur een afspraak in Amsterdam. En het is nu 5:30. 5 uur, laat maar. Dus ja. Valt mee. Nou, best wel. De mensen denken echt... Oké, wat ik volgend jaar ga doen. Ik doe nu. Moet ik één vak, examenvak overdoen. Engels op 1/10. Als ik dit haal dus. Dan ga ik volgend jaar de PABO doen. Ook op de Leidse Hogeschool, waar Eve zit. En... Maar ja, wat wil je echt nog bereiken? Nou, misschien meer met je YouTube? Ja, 20.000 abonnees of zo. Dat zou best leuk zijn. Ja. Kijk, ik doe verder niet echt wat. Wel, hoekje. Wat wil je bereiken? De selectie. Nee, nou gewoon met school dat ik het haal. Maar verder heb ik ook niet echt dat ik iets... Ja, ik hoop... En ik had natuurlijk een doel om mijn rijbewijs te halen. Dat was echt... Als ik dat wilde, ik echt heel graag. Ja, maar dat heb je wel gedaan. Nee, Eva heeft ook haar rijbewijs. Al echt veel langer dan ik. Dat was zo raar. Kijk... Ik wist dat Eva rijles had, maar het zit echt heel erg te smekken. Ja, dat kan, mijn zusje zegt altijd dat het kut is in de mukbang. Oh. Maar sommige mensen vinden het toch juist lekker om dat te horen. Zo. Ik zweer het, er zijn gewoon mensen die hier zo'n microfoontje doen. Oké, okay, nee, dat wat is echt vies. Oké, okay. We zaten in een groepsgesprek, zat ik met Eva. En nog gewoon op een random dag had ze gewoon, zag zo in de groepsapp zo: jongens, ik ben geslaagd. En zo, waarvoor? Ja, ik heb mijn rijbewijs gehaald. En ik dacht echt dat Eva 10 rijlessen had gehad. Maar ja, je moet nooit je datum zeggen. Nooit. Ik had het gedaan. Gewoon bij je rijexamen nooit doen. Nou, ik wilde dus niet mijn datum zeggen. En toen ging iedereen me bijna vermoorden omdat ik het niet wilde zeggen. Nee, ik meen het echt serieus. Iedereen werd zo blij. Maar jij zat bij zo'n illegale school. Helemaal niet! Hoe duur was jouw rijles per uur dan? 20 euro? 24 euro, maar... Ja. Dat is niet illegaal. Voor mij was 50. Hij kwam gewoon uit Rotterdam en dat is veel goedkoper. Er staat bekend dat in Leiden dat het gewoon super duur is.
Maar in Rotterdam valt het wel mee. Je moet allemaal even rijschool actief. Is super goede rijschool. Ik heb 1 keer gehaald. Komt uit Rotterdam. In 1 keer. Maar waar ging je dan rijden? €64 dokken voor 1 les. 50. Waar ging jij rijden? Gewoon dan? In Leiden. Nou, je weet gewoon in Leiden. Want gewoon allemaal klanten in Leiden. En dan kwam die gewoon 's ochtends naar Leiden rijden. Oh, dat is best slim. Ja, en dan ging hij hier gewoon Nederland. Maar heb je wel afgereden bij het CBR Leiden? Ja. Oh, oké. Okay. Dat is echt chill. Oké. Okay. €24. Oh, mijn handen zijn vet. En ik heb het in 1 keer gehaald. Ik ook. En hoe vaak heb je ook je theorie gedaan? Nou, dat moeten we maar even niet vertellen. Ja, was best wel veel, toch? Ja. 6 keer of 5 keer of zo. Oké, volgende. Wat is het duurste wat je ooit hebt gekocht? Denk toch een horloge. Welke dan? Jongens, ik moet al een hele tijd plassen. Je Michael Kors. Hoe duur is die dan? €300 of zo? Wat is het duurste? Want ik heb mijn camera. Of je laptop bij jou? Oh, mijn laptop. Nee, maar die heb ik niet zelf gekocht. Ik ook niet. Mijn camera is echt het enige wat echt veel is wat ik zelf heb gekocht. Maar dat is ook wel een mooie camera. Even kijken, daar heb ik ook echt geen spijt van. Nee, snap ik. Nou, vraag van Julia. Liever 3 vingers of 3 tepels? Nou, dank je voor de vraag, Julia. Ah, 3 tepels. Ik las die vraag. Ik heb er serieus over nagedacht. En ik weet het echt niet. Ik denk toch 3 tepels. Ja, tuurlijk. Dat zie je toch niet? Nee. Je wil nou 3 vingers. Maar het is wel vies. Ik zeg ook niet waar een tepel is. Misschien is het wel pijn. Nee, maar gadver. Dat is al helemaal vies. Ja. Wat is je droomauto die ik volgende week krijg? Ik krijg volgende week een auto. Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk of een... Nee, het is niet mijn droomauto. Mercedes maar... of zo? Misschien kopen we wel een Honda. Is dit een Honda? Dat is een Hyundai. Ja, ik dacht ha. Nee, maar... Nee, ik weet niet wat een echt mijn favoriete auto zou zijn. Jij zit best wel veel naar voren. Ik? Ik weet niet, maar ik zou denken... Nee, jij wil een Fiat 500. Ja, Fiat 500 of een Mini. Dat is eigenlijk denk ik mijn droomauto. Ja, maar die auto die echt een grote auto. Kijk, mooi. Tuurlijk zou ik wel een Lamborghini of zo willen. Een Lamborghini? Lamborghini, ik had het Lamborghini. Sorry, Lamborghini. Denk ik. Niet uitlachen op mijn uitspraak. Nee, maar ik denk toch een Fiat 500. Eerlijk, als een Fiat 500 of een Mini. Dat vind ik echt leuke auto's. Ja, die zijn wel lachen. Oh, wacht, ik moet van je net de auto zeggen. Oh ja. Laat even in de comments of het auto is of auto. Auto, want het is automaat, geen automaat. Ja, ik zeg ook altijd auto, maar... Nee, jij zegt auto. Nee, ik zei eerst altijd auto, maar toen werd ik gestraft door iedereen. Toen moest ik auto zeggen. Auto? Ja. Is paprika of paprika? Ik heb nog steeds dat ik in dat schermpje zit te kijken. Maakt niet uit. Paprika of paprika? Ja, sowieso paprika, dat weet ik zelf ook wel. Puzzelen of puzzelen? Oké, hou maar op. 7 of 7. Oké. 7 of 7. Ben je wel eens eens herkend door een kijker? Oh, mijn camera is echt leeg. Ik zweer het. Maar het gaat hier niet uitvallen. Nee. Eva is een keer herkend, omdat ze op mijn video's kwam. Dat was echt heel raar. Ik vond het was echt heel aardig hoor, maar het was wel een beetje apart. Ik was gewoon een beetje aan het dopen in de Nobel. Toen werd ik herkend uit jouw nette video. Dus dat echt... Maar ik ben ook wel eens herkend, maar... Ja, je wordt heel vaak herkend. Maar denk ik ook maar heel niet veel mensen, zo vaak. Heel veel mensen die jouw durf video's kijken, zeggen. Die wonen ook in Leiden, denk ik. Ja. Maar wat het ook is, als ik over straat loop, word ik echt bijna nooit herkend. Alleen echt door wat kleinere kinderen. Oké, als je me tegenkomt op straat, moet je gewoon sowieso naar me toe komen. En als mensen dan dronken zijn met uitgaan, komen ze allemaal naar me toe. Want dan durven ze wel wat te zeggen. Niet dat ik het dan minder leuk vind, maar... Ja. Dat heb ik gewoon door. Dan denk ik gewoon van, scheid, dan durf je iets te zeggen. Oké. Waar ben je het meeste bang voor? Spinnen. De muizen. Voor muizen? Enger dan spinnen. Ja? Muizen. Ik had toch laatst een muis in Noah's kamer. Oh ja. Huiskamer, dat was echt heel eng. Ik haat muizen echt. Oh, ik zit echt heel vol. Nu al. Ik heb het ook. Nee, ik had... Oh, hier doe even een paar pizza's. Nee, ik wil echt niet meer. Ik moet nog die cheeseburger. Oké. Weet je wat ik ook eng vind om te verdrinken? Daar ben ik ook bang voor. Ik zou wat zo erg vinden, verbranden of verdrinken? Verbranden. Ik ook.
Verbranden voel je over je hele lichaam. Laatst op school had ik het erover. Je hebt zo'n druppel dood. Heb je dat gezien? En dan lig je in zo'n kist en dan krijg je om zijn beurt zo'n koude druppel op je voorhoofd. Op een gegeven moment word je helemaal gek. Omdat je niet meer weg kan. Moet je vanavond maar opzoeken op YouTube. Oh my god. Oké, volgende vraag. Heb je je wel eens geschaamd bij het kopen van iets? Bij het kopen van iets? Nee, eeuw, hij is koud. Mijn cheeseburger is koud. Gadver. Gadver, die kaas is helemaal niet goed gesmolten. Oké, dat ga je er niet in zeggen. Zetten. Maar heb ik me echt geschaamd? Niet gekocht, sorry jongens. Het is niet... Geschaamd om iets te kopen? Ik denk het niet hoor. Oh, jawel, ik weet het wel. Ik had een keer een schoolfeest. En het was proud to be fout. En toen ging ik een tijger legging kopen, maar toen... Was tijger echt nog niet echt in. Weet je, als je nu tijgerprint. Als je nu panterprint hebt. Dus het luipaard. Gewoon... Het is luipaard. Iedereen zegt panter, maar het is luipaard. Nou en? Toen was het echt nog niet in, laat maar zeggen. Een legging was wel best in. En toen hadden we zo'n panterlegging. Met een zwart hemdje aan. Luipaard. Een luipaardlegging aan met een zwart hemdje. Voor de rest, wil je iets geschaamd om iets te kopen? Nee, eigenlijk niet. Want als ik me ervoor zou schamen, zou ik het niet kopen, denk ik. Ik weet nog wel dat ik een keer in Londen... Toen gingen we een... Want ik wilde het gewoon even tegen jou vertellen. Oh my god. Oké, volgende vraag. Heb je een vriendje? Ja. Oké. Dat mag je niet. Oh mijn god, ik ga stuk. Ja. Ik kan echt niet eens. Oh mijn god. We zijn allebei single voor het leven. Dat mag je niet doen. Nee, ik heb wel een vriend. Ja, net ook. Single and ready to mingle. Oké, volgende vraag. Ik hoop net, de stad. Oh, hij gaat zo uit. Waarom? Ik zei het op de camera. Heb je examen voor Engels al gedaan? Nee, die heb ik over 45 dagen. Oeh. En daarna heb ik vakantie tot 2 september. Als ik het heb gehaald, hè, als ik geen herexamen heb. Waar ik niet van uitga, maar het kan natuurlijk wel. Ik stress hem wel echt heel zwaar. Nee joh, je gaat het wel halen. Ja, dat zijn we vorig jaar ook. Vorig jaar ook zo. Ja, als er iemand echt niet gaat zakken, ben jij het, Jan. Voor de rest echt... Is toch zo? Ja, oké. Okay. Maar ja, je gaat het nu niet halen. Nu ga je het wel halen, bedoel ik. Ik hoop het. Oké, waar is je lievelingsplek om op vakantie te gaan? Nou, weet je, ik ben nog niet zo heel veel op vakantie geweest. Of ver, bedoel ik. Ja, ik ben wel veel op vakantie geweest. Maar ik bedoel, ik ben niet dat ik de hele wereld al over heb gereisd. Nee. Maar het is heel cliché. Ik vind Zuid-Afrika vind ik wel heel erg leuk. Ja, daar ben je geweest. Ja, ja daar dat ben je geweest. Vet, dat ja. Is wel echt super leuk. Nou, hoe heet het? Ik ben in Miami en zo geweest. Maar dat, kijk, het klinkt heel cliché, maar dat vond ik ook gewoon echt het leukst om daar te zijn. Want ik heb toen een rondreis voor. Ik vind sowieso, maar sowieso verre reizen en rondreizen lijken, vind ik gewoon het leukst. Ja. Maakt niet uit waar. Ik denk dat het gewoon overal voor Azië is ook echt super leuk. Ja. Lijkt mij om rond te reizen, Indonesië en zo. Dat is echt super leuk. Mm-hmm. Het was ook leuk geweest, we zijn ermee als naar Albu. Ja, dat was ook leuk geweest, jongens, maar... Sorry papa, als je dit kijkt, de hele auto ligt onder de friet. Oh. Ja, jongens, ik had dit al echt van 10 kilometer van tevoren zien aankomen, maar mijn camera is leeg. Kan je alsjeblieft deze kipnugget opeten? Weet je, ik ga elke dag naar de sportschool. Ik heb vandaag al pizza zitten eten en nu weer McDonald's. Nou, sinds ik, laat maar zeggen, mag autorijden, ga ik echt mega veel naar de Mac. Ik ga elke dag. Naar de McDonald's. Ik ga elke dag naar de sport. Oh, dit is echt stom dat hij leeg is. Ik ga volgende keer gaan we de mukbang. Jongens, het is echt te triest voor woorden. Maar we moeten gewoon echt gewoon de mukbang afsluiten. Omdat mijn camera gewoon leeg is. We hebben echt te veel foto's. Nee, maar we hebben best veel vragen beantwoord. Ja. Dus denk best wel gewoon... Stel dat je nog vragen hebt, kan je ze altijd hier nog beneden stellen. Oké, okay, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Volg ons allebei even op Instagram. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En misschien gaan we wel meer mukbangs maken.
als jullie dat leuk vinden. En als of meer video's. Ja, in ieder geval meer video's. En ook meer video's in de auto. Oké, dus ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei! Doei.